Whoa, guys, hello. I'm in Disneyland Orlando right now. Having a great time, you see? I'm in a roller coaster. Woo! Having a great time, as you can see. Enjoying my life. Yes, hello? Okay. Okay. Drop my fucking phone, what the fuck? Guys? Damn business conversations voeren als je in een rich man zit. Hele maand zonder telefoon, dat is crazy. Ik doe wel een paar livestreams om geld in te zamelen. Dat deed ik in 2016. We zijn daar uitgegroeid. Ik word dus al een paar dagen gebodyshamed in mijn eigen comments. Echt heel fucked. Waarom groeit er geen baard op jouw gezicht? Ik zie hier toch wel het begin van een baard, hoor. Ik ga hier ook niks aan doen. Please stop body shaming me. De puberteit moet nog komen. Mijn voice cracked ook nog 1000 keer in elke video. Niet dat ik mijn character kon customizen toen ik in de buik van mijn mama zat. Alle pesters in de comments. Jullie zijn gewoon fucking jaloers op mijn haarloze gezicht. Stuur maar eens een foto van jullie balzakbaard. Ha! Check dit. Oh, je borsthaar. Ik heb nu al geen borsthaar, nog niks. Maar ik begin wel al kleine haartjes te krijgen. What fucking bullshit. Wat zag ik in 2015 dat ik borsthaar begon te krijgen? Ik wacht nog steeds op de eerste haar. Als ik even een gesprek kan voeren met de mei in 2015, bro, 4 jaar later, you still got nothing on you, man. We zijn nog steeds kaal. En stop body shaming me, please, oké? Okay? Ik zou een huilvideo kunnen maken daarover. Ik vind het niet leuk dat ik gepest word. Dat ik geen gezichtsbeharing heb. Zijn jullie nog geïnteresseerd om merch te kopen en mij te steunen met deze moeilijke dingen? De link staat in de beschrijving. Zo gaat elke huilvideo op YouTube. Maar welke huilvideo is nu de beste huilvideo in heel de Nederlandse YouTube community? Misschien is het mijn video. Wat zijn de kenmerken? Nee, dit lijkt op een schoolvideo, man. Wat zijn de kenmerken van een goede huilvideo? Titel moet in kleine lettertjes staan. Geen thumbnail. Ik wil geen fucking thumbnail zien in een huilvideo. Het begin en het einde van de video, dat is gewoon jij die je camera aansteekt. Minimal work. Dat is noodzakelijk bij een goede huilvideo. Geen tijd om andere dingen te doen, want I'm sad, you know? Eerst en vooral, ik ga mezelf niet goed praten in deze video. Ik ga niet smeken, ik ga niet... That is pretty sad, man. En je eindigt je video met een hele lange stilte en dan zet je gewoon je camera uit. Oh, ga je nog iets zeggen? Nope. Geen woord meer. Gewoon de laatste seconde van de video gewoon. Dat is de perfecte huilvideo. Leedvermaak is een verschijnsel waarbij men het leed van een ander als humoristisch ervaart. Dat doen we vandaag. Leedvermaak. Titel, perfect. Heb ik niks op aan te merken? Letterlijk 1,5 week geleden hadden we nog een video opgenomen. Hele video, superleuk, samen met mijn zus. Ja. Yeah. Hij heeft al te veel geëdit, vind ik. Hij heeft er te veel edits, zelfs ook te veel knipjes. Dat haalt zo'n beetje het realistische eruit. Snap je? Je moet vanuit je hart praten als je zo'n video maakt. Aan één stuk door dat mensen weten van wauw. Er was geen knip nodig in deze video, maar misschien kan je daar de volgende keer aan werken. Minder knippen. Wat is dit kut, joh. Lig ik weer te janken op YouTube. Fuck. Heel veel verschillende mensen gaan heel veel... Dit is te veel. Hij edit doet andere dag, andere kleren. Daarom kocht ik al die dingen voor haar. Als iemand graag ziet, moet je dat niet alleen tonen en veel dingen kopen voor haar. Dus een keer een cadeau geven is leuk, maar het is niet dat je de hele tijd nieuwe shit moet kopen voor haar. Jammer van je relatie, man. You got played, man. Deze huilvideo geef ik een... Toch wel een... 2 op Cyndaquil, man. Dat is toch... Ja, de achtergrondmuziek was meer... Er moeten geen edits in, snap je? Weer deze guy, fuck. Waarom ik mijzelf niet goed voel afgelopen dagen, puntje, 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 op het haakje, het hoofdletteren is uitsluit. Korter. We hebben wel korter. Thumbnail perfect. Yo, die mensen. Je ziet er veel te blij uit, dude. Je moet je kijkers meenemen in je verhaal vanaf seconde 1. Dit is een huilvideo. Yo, die mensen. Dat de relatie eigenlijk uit elkaar is gegaan, grotendeels door mij. Niet alsof ik een slecht vriendje ben of zo. Wordt er gehuild in deze video of niet? Kreeg ik van haar te horen dat ze al een andere vriend had. Kijk, en daarom doe je niet aan relaties met fangirls, bro. Als iemand dumpt en 2 weken later heeft ze al iemand anders... Jeetje! Ik vind het wel raar dat je in deze video niet huilt, snap je? In zijn mutsvideo was het letterlijk 5 minuten zijn ogen eruit kraaien. Ik vind dat hij er nog redelijk leuk uitziet, hoor. Dit is, by the way, wat ik bedoelde met balzakbaard. En dan... I got you. Vind ik, want dat zijn mijn normen en waarden. Oké. Okay. Mijn normen en waarden zijn natuurlijk... andere normen en waarden dan andere mensen. Normen en waarden! Kijk, ik heb echt geen idee wat je in de laatste seconde hier hebt gezegd. Ik denk dat het gaat over normen en waarden. Dat zijn mijn normen en waarden. Mijn normen en waarden zijn natuurlijk andere normen en waarden dan andere mensen hebben. Dus als jij dezelfde normen en waarden hebt, dan kan je mij begrijpen. Heb je dat niet, dan kan je misschien ook wel begrijpen. Ik snap er niks van, maar ik denk dat ik dezelfde normen en waarden heb als jou. Het is kut als je gedumpt wordt door je vriendin.
Dan kan je een video maken. Kijk, hij is wel sad, maar hij is niet zo sad. Ik wil zeggen, als je deze mensen toch wel cool vindt, ondanks alles wat ik heb gedaan. Mag een code van mij, het hoeft voor mij niet per se, maar... Ik probeer het wel voor jullie te doen, snap je? Maar als het over zijn vriendin gaat, dan kan er geen traantje uitkomen. Bro, what the fuck? Ik dacht dat je normaal waard had. Dan huil je toch meer voor je vriendin dan voor je fucking muts. En is heel de vibe van de video, wacht. En is de score 10 punten naar beneden. Geef jou een trapinch? Reggie Ice, denk ik. Fuck, dat is een goede score, man. Fuck, ik wil tranen zien, ja. Ik wil niet zo... Dan voor je muts al. Dat is zo dat je merch verkoopt, snap je? Niet door een beetje te zeggen van normen en warm ding. Het is YouTube, ja. We willen een beetje tranen zien, een beetje emoties. Die is dat er veel beter gedaan. Shoutout, Ties. Mijn traumatische middelbare schoolverhaal. Tito, perfect. Leuk dat je weer kijkt naar... een video. Goh, leuk joh. Hey, wat? Deze video is waarschijnlijk niet geëdit. Dat zijn pluspunten, dude. Don, you're doing great, man. Onthoud wel dat het echt traumatisch is, ja? Dit is een traumatisch schoolverhaal. Ik vond het beide heel erg leuk om op dat moment keihard op de rem te drukken, waardoor ik met mijn fiets er zo tegenaan knalde en dus klabam omviel, half in de modder. Met dus als gevolg, nou, ik was al iets van 80% van de route, dus of ik kon dit 20... Dat is het. Ik moet de video niet verder afspelen, daarover gaat het. Het is 11 minuten, hij is van zijn fiets gaat doen, man. Dit is pretty sad. Waarschijnlijk omdat je gewoon dutje was of zo. Maar ik was verkeerd. This guy is niet wie we denken dat hij is. In deze video zegt hij wel dat hij van zijn fiets geduwd is en dat hij dan bang was om naar school te gaan en zo. Ik heb een beetje research gedaan. Deze meneer in 2014 had dit te vertellen over zijn schoolding. Ik was de vechtersbaas van de basisschool. Zo zou je het kunnen zeggen. Ik was gewoon... Koning Vecht. Koning Vecht is wel van zijn fiets geduwd, bro. Kijk, je ziet er ook wel uit als Koning Vecht. We gotta respect Koning Vecht, man. Koning Vecht, big respect, man. Frank die had me omhoog geholpen, dat vond ik wel aardig van hem. En Jantje en Pietje die fietsten lachend weg. Maar bro, je was de vechtbaas. Je was Koning Vecht. Waarom heb je daar niet gewoon gezegd van, yo? Ha! Wat fijn, ha! Op dat moment was hij misschien nog niet Koning Vecht. Misschien is het pas een later chapter van zijn leven dat hij Koning Vecht werd. Ik wil er meer over weten. Alsjeblieft, maak deel 2 van waarom jij Koning Vecht was. I want some details. Tot op de dag van vandaag neem ik ze dat nog steeds kwalijk. Nog steeds. Bro! Koning Vecht! Waar was Koning Vecht toen? Dit is voor Koning Vecht. Ik hou van deze close-up, man. Wow. Ik weet niet hoe ik dat dan zeg maar moet brengen. Moet ik ze dan gewoon eens een keer confronteren? Bro, je bent gewoon gevallen met je fiets. What the fuck maakt het uit? Deze video heeft vele meisjes harten gebroken. Einde van de huilvideo is heel belangrijk, ja. Ik wil een lange stilte. Dit is een goed einde. En wat je zelf kan gebruiken op school. Ik zal het laten zien. Deze spullen zul je ongetwijfeld nodig hebben. Agenda. Koning Vage merchandise, man. Daar hebben we nodig. Drop uit bed. Deze video krijgt een... Ik zag een ho-oh. Op Giratina, man. Ja, yeah, ho-oh Giratina. Dat is pretty nice. Tool-engineer Pokémon. I think that's pretty slick. Vinden jullie dat ook pretty slick? I think that's a very good score voor deze video. Koning Vecht. Niet genoeg tranen gezien in deze video. De prijs voor de beste tranen gaan toch wel naar Linktijger. Dit is echt emotie, snap je? Ik zie die ogen. Dit is alsof wij de dikste jonko ooit. Dit zijn echt emoties. Daarom kijk ik naar deze video's. Omdat ik wil een beetje emotie zien. Ik wil dit zien. Ik probeer het voor jullie te doen. Ja. Waardoor ik met mijn fiets er zo tegenaan knalde en dus klabam omviel, half in de modder. De scène waarmee ik het meest gehuild heb ooit was toen Dobby is dood gegaan in Harry Potter. Cry my fucking eyes out, man. Op nummer 2 staat het moment dat Anakin volledig geabsorbeerd wordt door de dark side in The Return of the Sith. The film makes me cry every time. Ik kan nog steeds niet naar die film kijken omdat ik... op het einde van die film gewoon hoofdpijn heb van te huilen. Wil je nu acht keer je fucking ogen eruit huilen? Op een manier dat je nog nooit gehuild hebt. Ik zeg je, pas daarmee op, want die film is echt fucked. Maar Chico. Ik zeg je, ik heb van begin tot einde mijn ogen eruit gehuild bij die film. Ik vind als je dieren in een film steekt, dat... Ah, fuck. Kijk die film gewoon als je echt de zin hebt om te huilen. Fucking erg film. Zeker als je van honden houdt, zeker als je van dieren houdt, dan dat, yo, je hart breekt in 10.000 stukjes. En dan heb je een huilfilm, komt normaal weer goed. En deze film komt niet goed. De hond blijft teruggaan. Hij blijft wachten. Dropped some tears in this one. My name is Nate Van Agens. I want to say thank you all for watching. See you guys another time, another day. Check ik je appartement uit en dan ga ik, maak het zelf maar af. Dit is letterlijk gezegd. Totaal niet relevant aan het probleem wat er was. En dat is namelijk... That's sad, man. Hello.
de mail gekregen om samen te werken. En het idee was zo fucking lame. Ik kreeg 10.000 euro. Dan zouden de meeste mensen al denken: oh, dat shit, dat is fucking fuck. En een idee was dat ik een super taco van, weet ik wel, gewoon een fucking grote taco onder de 40 minuten op ben. Omdat hij iets zeker moet in de winkel en dan krijg ik een taco voor. En ik moest een meeting doen in het nieuwe.